Is JB Sportmassage. Vandaag beginnen we met On The Table weer, seizoen 2. Ik begin vandaag met Ron Berteling, Mr. IJshockey himself. IJshockeyspeler van Nederland. Ik zou hem aan jullie voorstellen. Mijn naam is Ron Berteling. Ik ben oud ijshockeyer inmiddels. Ik heb jarenlang op het hoogste niveau in Nederland mogen ijshockeyen. En met het hoogste niveau ook in het Nederlands team mogen ijshockeyen. En een paar jaar op het allerhoogste niveau in de wereld mogen ijshockeyen. Dat is de A-pool. Behoorde Nederland tot de beste 8 landen van de wereld. En in 1980 heb ik mee mogen doen met de Olympische Spelen. En zelf meer dan 800 wedstrijden op het hoogste niveau in Nederland gespeeld. En meer dan 200 wedstrijden voor het Nederlands ijshockeyteam mogen uitkomen. Ron, ja. Vertel eens. Vertel even hoe alles is begonnen. Hoe ben je met ijshockey begonnen? Dat is een bekende verhaal. Ik denk dat heel veel jongetjes als ze zeggen, of meisjes als ze zeggen, ik ben met een sport begonnen, dat komt door een vriendje of vriendinnetje. Ik ben begonnen met ijshockey door een vriendje bij mij uit de straat. Ik zou gaan basketballen. Mijn vader was een goede basketbalspeler. Oké. En in die tijd, en dan praat ik heel lang geleden, inmiddels meer dan 50 jaar geleden, 55 jaar geleden, was ik te jong om te gaan basketballen. Mijn, als ik het goed kan herinneren, moesten we 10 of 12 jaar oud zijn. Toen mocht ik me pas aansluiten bij een basketbalclub. En ijshockey was een kleine sport, of is nog steeds een kleine sport. En 1 training meegemaakt en ik was meteen verkocht. Ik vond het stoer, een hele ijshockeyuitrusting. En ik ben op mijn 7e begonnen met ijshockey. En is toch 55 jaar later nog steeds mijn passie. Hey, je gaf al in het begin aan dat je meer dan 200 wedstrijden, om correct te zijn 213, interlands hebt gespeeld voor Nederland. Ja. En waarom zoveel? Of ben jij de enige die zoveel? Nu wordt er vaak worden mensen of spelers zeggen af. Ik had een bepaalde, hoe zeg je dat, drive of gedrevenheid. Ik wilde me altijd bewijzen. Mm-hmm. Er worden ook nu wel minder wedstrijden gespeeld voor het nationaal team. Om een voorbeeld te geven, in 1983 speelden wij met het Nederlands team een WK. En een WK was toen de tijd 8 landen, dus je speelde 7 wedstrijden. Maar daarnaartoe, in zeg maar de aanloop naar die WK, speelden wij nog, als ik het goed heb, 7, nog 16 wedstrijden. Dus dat hele seizoen speelden we alleen al met het Nederlands team 23 wedstrijden. Okay. Dus dan kom je wel snel aan een bepaald getal, een bepaald aantal. Ja, en ik heb vanaf 1976 tot 1994 heb ik voor het Nederlands team gespeeld. Toen ben ik gestopt ook met het Nederlands team. Heb ik nog 1 jaar gespeeld voor de club, voor mijn club. Dat was Rotterdam toen de tijd. Okay. Ben ik gestopt en ik ben op 41-jarige leeftijd weer teruggekomen met ijshockey. En toen kreeg ik ook weer een uitnodiging van voor het Nederlands team. Okay. Dus dat record heb ik geloof ik ook nog als oudste speler ooit in het Nederlands team te hebben mogen ijshockeyen. Ja. Maar je gaf aan in het begin dat je vader basketballer was. Ja. Hoe keek je ernaar toen je zei van ik ga ijshockeyen in plaats van basketbal? Maakte hem niet uit als ik maar. Hij vond sport heel leuk. Ja. En hij heeft me altijd daar, of mijn ouders en vooral mijn vader, hebben er altijd in gestimuleerd. Dus basketbal maakte hem niet zoveel uit als ik maar een sport deed. Ja. En hij zag ook op een gegeven moment na een jaar, 2 jaar, dat ik het heel leuk vond en dat ik redelijk wat talent had, dat ik redelijk kon schaatsen. Ja, dus het maakte in principe gewoon vrij weinig uit wat je deed, maar zolang je aan ging sporten. Ja. Zo kijk ik er zelf ook naar. Ik heb zelf ook een zoon van 3. Ja. Mij maakt het eigenlijk ook niet uit. Zolang hij maar gaat sporten, ook al gaat hij tennis doen. Ja. Ik beoefen zelf kickboksen, maar als hij gaat tennissen, vind ik het ook prima. Weet je, dus sport is gewoon belangrijk. Ja, het is ook heel leuk. En hij heeft zelf ook nog gevoetbald bij een Amsterdamse club, Blauw-Wit. Ja, een bekende club. Een bekende club, ja. En heeft hij ook nog gevoetbald. En ja, sport was ook een deel van zijn leven. Mm-hmm. En het is voor mij een heel groot deel van mijn leven geworden. Mijn zoon ijshockeyt. Okay. En ik ben inmiddels aan het schaatsen met mijn kleinzoon, die 5 jaar oud is. En die moet dan van mij ook het ijs op.
Oh, hij vindt het zelf ook gewoon leuk. Hij vindt het leuk, ja. Hij vindt het echt leuk. Hij vindt het stoer. En ja. We schaatsen nu 1 keer in de week. En ik vind het ook leuk dat ik met hem, hoe zeggen ze mooi, quality time heb. Dat we samen iets kunnen doen. Hoe kijk je er zelf naar de Nederlandse competitie? Oh ja, we kunnen ons niet meer vergelijken met het buitenland. We kunnen ons echt niet meer. Er is een Nederlandse competitie. Nederlandse competitie, Nederlands-Belgische competitie. Dat heet dan de Benelink. Mm-hmm. Die is 3,5 jaar geleden. Dus ze gaan nu het 4e seizoen in. Is die gestart met 16 clubs. Nou, er zijn een aantal clubs zijn afgehaakt. Inmiddels zijn er nu geloof ik 12 clubs geworden totaal. Als je gaat kijken naar een club uit de club uit Amsterdam. Is dit seizoen. Zijn ze uit die Benelink gestapt en die gaan een divisie lager spelen. Mm-hmm. Kijk, je mag het ijshockey niet vergelijken met zeg maar, 30 jaar geleden, 35 jaar geleden. Dat mag niet. Ik denk dat wij misschien een klein beetje hebben stilgestaan. Als je ons gaat vergelijken met zeg maar, een vergelijkbaar land met ons is Denemarken. Mm-hmm. En Denemarken speelt wel op het hoogste niveau bij de beste 16 landen van de wereld. Ja. Ja, en wij staan nu geloof ik op plaats nummer 28. Oké. Okay. En dus het zou mogelijk kunnen zijn. Maar het heeft ook te maken weer met geld, met media. Ja. Dan zit je in een soort cirkel waar je niet uitkomt. Je hebt zelf heel hoog gesport. Ja. Wil je dat overbrengen aan je kinderen? Je maakt bepaalde discipline. Mm-hmm. Ja, je moet er veel voor laten en veel voor doen. Ja, klopt. Ik vind ook, en dat heb ik mijn zoon, die op het hoogste niveau heeft geijshockeyd in Nederland. Ja. Heb ik aan hem meegegeven dat ik vind, oké, je gaat een afspraak aan met jezelf. Mm-hmm. Je gaat een afspraak aan met de vereniging waar je speelt en je gaat een afspraak aan met je teamgenoten. Ja. En daar moet je alles voor doen. Ik vind ook dat jij moet laten zien. Elke training weer en elke wedstrijd weer. Ja. Ja, wat voor niveau jij kunt bereiken. En dat staat. Ik was altijd. Elke training en elke wedstrijd wilde ik gewoon aan iedereen laten zien van dat ik. Ik ben aanvoerder geweest van het Nederlands team, aanvoerder geweest van de clubs waar ik speelde. Ja, dat ik. Dat ik een waardige aanvoerder was. Ja. En dat ik altijd wel wilde laten zien dat ik eigenlijk nooit wilde verzaken. Mm-hmm. En dat was voor mij een belangrijk en dat heb ik proberen mee te geven aan mijn kinderen. Ik verwachtte ook heel veel van mijn medespelers. Van, ja. Kijk, ik, een mooi voorbeeld is, ik heb in Rotterdam geijshockeyd en dan had een van mijn ploeggenoten, die kwam ook uit een andere stad. Hè. Ik reed dan van Amsterdam naar Rotterdam. Ja. En hij kwam uit een andere stad vandaan en reed naar Rotterdam en ja, hij was moe. We werkten ook allemaal, Ja. En hij speelde, hij moest samen met mij spelen. Ik zeg, kom op nou, weet je wel, de training moet beter. Hij zei, ja, ik ben moe. Ik zei, kom dan niet. Mm-hmm. Ik zei, want je verpest nu ook mijn training. Ja. Ja, en ik zeg, ik kom ook vanuit Amsterdam naar Rotterdam rijden. En ik zeg, ik vind het belangrijk dat we gewoon dat uurtje of anderhalf uur dat we trainen. Dat je gewoon alles van geeft. Je bent weer leeg. Ja, ja. Je kan er weer tegenaan. En heeft me altijd energie gegeven. Ik heb een paar foto's bij me. Ja. Ik ga dan mijn hand even drogen. Ja. Foto's. Dan ga ik even een paar foto's naar voren halen. Eerste foto. Ja. Is deze. Oh ja, leuk. Wat kan je hierover vertellen? Dat is heel leuk. Ik heb, dat is een we waren toen onderweg ja? naar Lake Placid, dat was in 1980. Ja. En, dat was in februari waren het grote Olympische Spelen. Ja? En we waren van New York, reden wij naar het noorden, naar Lake Placid. Ja. En onderweg hadden wij wat wedstrijden en trainingen. Richting de Olympische Spelen tegen college teams. Ja. En ik had net, voordat ik naar de Olympische Spelen ging, had ik net twee nieuwe voortanden in. En die zagen er mooi uit. En tijdens een van de trainingen kreeg ik een puk in mijn gezicht. Ah, dat meen je niet. En een van die tanden, ik had ze net 10 dagen in, of geloof ik, 10 of 15, nou, zeg maar 2 weken had ik ze net in. Ja.
Een hele mooie brug. Tandarts had er heel mooi werk aan gehad. Ja. Echt mooi werk afgeleverd. Ja. En ik krijg tijdens de training een puk in mijn gezicht. Speelde u toen nog niet met Helms? Sorry? Speelde u toen nog niet met Helms? Nee, dat was toch niet ontdekt, laat ik het zo maar zeggen. Oké. Dus ja, die tand vliegt eruit. Oh, wauw. En toen is er geregeld om naar een plaatselijke tandarts te gaan. En gelukkig was die man van Nederlandse afkomst. Oh, netjes. En die heeft binnen één dag heeft hij een plaatje voor me gemaakt. Een plaatje met dus natuurlijk een valse tand eraan. Ja. Dus ik zeg maar, ik ga niet 2,5 week naar Lake Placid toe. Olympische Spelen, leuk allemaal. En dan, ik mis één tand. Ja. Dus met die foto was het leuk. Er is een foto gemaakt dat ik met mijn tand had met het plaatje in. En deze foto dan dat ik het plaatje eruit had gehaald. Ja. En ik was altijd met dat ding aan het spelen. Dus dan zag je weer een tand in mijn mondhoek zitten. En ik kon hem draaien. Dus dat was de foto daarvan, ja. Ik heb een tweede foto. Ja. Tweede foto. Is deze? Ja. 1989. Ja, ik weet alles nog. Nee, je weet alles nog. Ook een mooi verhaal. Ja? Een week daarvoor, we gingen naar Australië. Dat is de WK in Australië. Ja? En wij spelen met Rotterdam de finale om het kampioenschap tegen Geleen. Ja? En in het ijshockey en in het honkbal en basketbal in Nederland, maar dat komt vanuit zeg maar uit Amerika, hebben we dus de best of five. En we spelen wedstrijd nummer 4 in Geleen. We staan 2-1 voor in wedstrijden. En het gerucht ging dat ze mij eruit wilden rijden. Oh echt? Ja. Waarom dan? Ja, ik was een captain van Rotterdam, maar het was een gerucht. Oké. Okay. En nu heb je plexiglas rond alle ijsbanen en toen nog niet. En in Geleen hadden ze een net achter de goal hangen met palen. Daar hing dat net aan. Oké. Okay. Dus een aantal minuten dat we speelden in die wedstrijd kreeg ik een hele harde check. En ik sla met de zijkant van mijn hoofd tegen zo'n paal aan. Uh-huh. En het doet pijn, heel veel pijn. Ja, geloof ik best. Ja, en ik dacht dat, ik denk geen bloed. Ja. Dus ik doe mijn helm af en ik dacht dat mijn tanden helemaal naar binnen waren geslagen. En, dus mijn coach zegt op een gegeven moment, Ron, je moet het ijs op. Ik zeg, nou geef nog 1 minuutje en dan kom ik wel weer terug. Ja. Dus na dat 1 minuutje, 2 minuutjes wil ik mijn helm weer opdoen. En een van mijn medespelers zegt, Ron, je hele gezicht is ingedeukt. Ah, dat meen je. Dus mijn gezicht was naar binnen geslagen. Ik had mijn jukbeen was op 6-7 plaatsen gebroken. Ja. En op dat moment, dus ik was klaar. Mm-hmm. En ik bel toen mijn vrouw op. Ik zeg, ik wil morgen geopereerd worden in de VU. En ik belde daarna meteen de manager op van het Nederlands ijshockeyteam. Want het was het laatste weekend. Die week daarna zouden we dus naar Australië gaan voor de WK. Okay. Ik zeg, 1 ding, ik word morgen geopereerd. Maar ik ga volgende week wel met jullie mee naar Australië. Nee, geen probleem. Dat komt in orde. Ik word zondag geopereerd. Mm-hmm. Terwijl ik geopereerd word, of werd. Wordt Rotterdam, mijn team, gelukkig kampioen. Ze moesten meteen die wedstrijd die daarna ook weer spelen. Ja. Ik had wat plaatmateriaal, wat ijzer in mijn hoofd. Maandag mocht ik het ziekenhuis uit. Dinsdag stond ik op het ijs. En vrijdag ging ik mee naar Australië. En daar werden we wereldkampioen. En ik was de captain van Nederland. Dat is die foto. Dus wacht even. Dus je wordt zondag ontslagen? Zaterdag krijg ik die blessure. Ja. Zondag word ik geopereerd. Ja. En maandag ga ik het ziekenhuis uit. Ja. En dinsdag stond ik op het ijs. Met ijzer in mijn hoofd. Dat meen je niet? Ja. Ik vind het knap. Ik vind het echt dom. Ja, sommigen zeggen dat het dom is, maar... Als je een liefhebber bent van de sport, topsporter. Ja. Ja. Topsporter naar topsporter. Echt, ik begrijp je volkomen. Je gaat echt letterlijk alles geven om weer te willen sporten. Dat was zeg maar nu. Het is nu 40, is dat 30 jaar geleden? Is dat? Ja. Ja. Mijn linker gedeelte van mijn gezicht is nog gevoelloos. Nog steeds? Ja, ja. Ja, een ander gevoel. Ander gevoel dan? Ja, zijn wat zenuwen waarschijnlijk geraakt. Ik heb nog 2 foto's voor je. 2 mooie. Ja. Het zal misschien ook weer met blessures te maken hebben. Je gaf ook aan Ron Bertelingschal. Ja. Ja.
Deze foto, dat is samen met mijn zoon. Ja, klopt je. Je rekt hem uit naar je zoon. Ja, en mijn zoon speelde toen een jaar... je hebt de Ron Bertlingschaal. Ja, ja, ja. Dat is de Johan Cruijffschaal in het voetbal heeft mijn naam in het ijshockey. Mijn zoon ging één jaar spelen in Den Haag. Mm-hmm. En het is de start van het seizoen. En heel leuk. Hij was niet de captain van Den Haag. Mm-hmm. Maar Den Haag wint de Ron Bertlingschaal. Okay. En de spelers van Den Haag die vonden dat gaaf. Dus die hebben mijn zoon naar voren geschoven. Ja. Om de schaal in ontvangst te nemen. De schaal van zijn eigen vader? Ja, de schaal van mij dan, van zijn vader. Dus dat was wel apart eigenlijk, maar wel heel... Heel uniek. Ja, super, super gevoel. Echt. Laatste foto? Ja. Is deze. Oei, dat is mijn rijkdom. Ja. We waren net met mijn vrouw erover, het ijshockey. Dat, ik zeg, misschien komt zij als tweede achter het ijshockey aan. En terwijl zij zegt ik kom pas als zes. Ja. Dit is mijn rijkdom. Dat is mijn... dat ben ik dan samen met mijn zoon. Ja. En we stonden samen met mijn kleinzoon en met zijn neefje, met mijn kleinzoon op het ijs. Ja. Hij is verleden jaar een beetje begonnen, mijn kleinzoon. Okay. En hij vindt het leuk. Hij kon helemaal niets. Het was echt net een beetje lopen achter zo'n zogenaamd, zo'n schaatsrollatortje aan. Ja, om te leren schaatsen. Om te leren staan en wat dan ook. En hij kon nu goed vooruit. Ja, toen hij geboren werd, zei ik al, heb ik aangegeven, ook dat doe je dan tegenwoordig met social media, van ik ga alles met hem doen. Ik ga met hem voetballen, ik ga met hem basketballen, ik ga met hem spelen. Echt de ideale opa. Ja, dat hoop ik dan. En ik vind het gewoon... Ik heb ook één dag in de week pas ik op mm-hmm. mijn kleinzoontjes. En daar moet veel voor wijken. Ja. En om een mooi voorbeeld te geven, verleden week, niet afgelopen zondag, maar die zondag daarvoor. Belde mijn dochter, belde mijn vrouw op. Ja, we gaan aanstaande zondag gaan wij naar het Amsterdamse Bos en dan gaan we naar... pannenkoekenhuis, want het wordt mooi weer. Dus mijn vrouw zegt, dat zal je vader niet leuk vinden. Ja. Want dat was net dat we moesten. Dat was ook zijn training. Ja. Of training, zijn schaatsschooltraining. Mm-hmm. En ik zeg, dan kan ik, wat ik wel kan doen is, we gaan trainen en dan breng ik hem daarna wel naar het pannenkoekenhuis. Yes. Maar dat ging niet door. Dat heeft mijn dochter heeft dan wel de laatste stem. Maar het is gewoon heel leuk. Ik vind het gewoon leuk om dit te doen met mijn kleinzoon. Ja, dat is goed om te weten. Toekomst. Denk je dat Nederland nog wel toekomst, tenminste, een kans maakt om een paar wereldspelers op het ijshockey? Nou, weet je, ik denk altijd er is talent. Ja. Of laat ik het zo zeggen, talent vind ik eigenlijk een heel raar woord, een naar woord. Mm-hmm. Ik noem het veelbelovend. Okay. Je moet er als veelbelovende sporter, en in dit geval een ijshockeyer, moet je er, we hebben het net over gehad, veel voor doen en heel veel voor laten. Mm-hmm. En je merkt toch dat het misschien minder wordt. Natuurlijk zal er in Nederland is het talent, dat is er zeker. Okay. Ouders van deze veelbelovende ijshockeyers hebben er ook heel veel voor over om hun kinderen meer te laten trainen. Ze brengen die kinderen ook overal naartoe. Ja. Als je gaat kijken, als je gaat ijshockeyen in Nederland, dan je speelt voor de club Amsterdam, dan heb je kans dat je een wedstrijd moet spelen in Groningen. Ja. Dus alles is landelijk. Ja, klopt. Dus je reist veel? Je reist veel. Ja. Het is een vrij dure sport. Okay. IJs is, hoe moet ik het zeggen, is kostbaar. Bijvoorbeeld in Amsterdam trainen de kinderen drie keer. Ja. Maar ik geloof twee trainingen daarvan zijn maar 50 of 55 minuten. Oké. Okay. Dus in Alkmaar is dat precies is het ook hetzelfde. Kinderen trainen twee keer en die trainen twee keer een uur. Mm-hmm. Nou, wil je wat bereiken, dan zal je gewoon wat meer moeten trainen. Mm-hmm. En het eerste team van zo'n stad, van zo'n club, moet het paradepaardje zijn. Dus daar moeten kinderen naartoe willen. Voorbeeldfunctie. Precies. Ja. Ja. En je hebt altijd
kinderen of ijshockeyers, talenten, nou, die proberen het in het buitenland. En een mooi voorbeeld is een speler zoals Daniel Sprong. Ja, ook die, veel over gehoord, ja. Ja, die jongen komt uit Amsterdam. Die is nu inmiddels 21. Die is met zijn ouders op, geloof ik, 7-jarige, 8-jarige leeftijd is hij naar Amerika, of Canada vertrokken. Mm-hmm. Hij was heel talentvol. Okay. Hij was echt heel talentvol. Ja, hij doet het goed en hij heeft een mooi contract. En okay. Hij gaat nu zijn laatste jaar van zijn contract in. En dan kijken hoe het zich verder ontwikkelt. Hij heeft bewezen dat hij in die competitie mee kan. Ja. Want hij scoorde regelmatig. En het is, ja, ook daarin is het afwachten van, je moet een coach hebben die het in je ziet. Natuurlijk, ja. En dat is overal, dus met prof, het voetbal hier ook. Ook hetzelfde, ja. Ja, en dan zelfvertrouwen en noem maar op. Dus, en er zijn een paar spelers die vrij hoog college ijshockey spelen. Ja. Dus het is mogelijk, hier zijn ook talenten. Ja, maar iedereen die ik over Ron Bertling heb gesproken, ja, zegt dat Ron een gedreven man is. Loyaal. Ja. Sportief. Ja. En echt een lieve vader. Dankjewel, vind ik leuk om te horen. Echt een lieve vader. En daarnaast ook een lieve man. Maar ik was voor mijn medespelers, ja, was ik toch wel vrij lastig. Ik eiste toch wel heel veel, ja, op het ijs. Ja. En misschien is dat een van mijn, ja, karaktereigenschappen, karaktertrekken geweest. Mm-hmm. Men heeft mij wel eens gevraagd, waarom ben je nooit uit het buitenland gegaan? Ja. Omdat ik het altijd, ik had het altijd naar mijn zin. Ik heb in Amsterdam gespeeld en in Rotterdam gespeeld. Okay. Mijn vrienden speelden in Amsterdam. Dus dan ga je niet zo snel weg. Ik ben ooit wel eens benaderd om in de hoogste Duitse competitie te spelen. Ja? Maar toen kreeg ik net een baan bij een mooi bedrijf met de scheidsrechters shirtjes aan, Footlocker. Ja? Ja, en later hoor je van, oké, ze hadden je in Oostenrijk willen hebben en een oud coach van mij zei van, ik had je naar Zwitserland mee moeten nemen, wat mm-hmm. gewoon een heel goed ijshockey was. Maar dat is altijd achteraf. Ja, klopt. Ik ben vrij loyaal. Ik ben, als je gaat kijken ook naar mijn werk, mijn loyaliteit. Ik heb 18 jaar voor de firma Footlocker gewerkt. Okay. Ja, omdat ik een leuk bedrijf vond. En ja. Ik had een hele mooie baan, mooie functie. Ik vind nooit dat mensen kunnen zeggen, ja, maar hij heeft dat gedaan en zus gedaan. Ja. Ik wil iemand recht in de ogen aan kunnen kijken. Mm-hmm. En, want, op het gebied van mijn sport. Ja. En zo heb ik altijd gewerkt en zo heb ik altijd gespeeld. Maar Ron Bertling van een jongere versie, anno 2020, ja, als hij de kans zou krijgen. Welke stap zou je nemen? Nou, als ik de kans krijg, en dat is misschien één, wat ik niet heb gedaan, is, mm-hmm. en ik had een mogelijkheid, dan had ik wel naar het buitenland gegaan. Bij deze wil ik je dan bedanken, Ron. Graag gedaan. Jullie horen het zelf. De legendarische Ron Bertling, Mr. IJshockey van Nederland. Like, subscribe, volg die man, hij is gewoon te volgen. En veel delen, dat vooral.